Ik zou jullie graag allemaal van harte welkom willen heten op de infosessie naar aanleiding van de nieuwigheden in de personeelsregelgeving volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Het is een primeur voor mij dat ik hier jullie mag begroeten bij het begin van het nieuwe schooljaar. Ik hoor dat mijn voorganger dat altijd heel goed deed, dus ik ga proberen om het op dezelfde manier te doen. Ik heb de infosessie in verschillende stukjes geknipt. Dat maakt het makkelijker voor mij om het op te nemen en maakt het hopelijk nadien voor jullie makkelijker om informatie waarnaar jullie op zoek zijn, om die terug te vinden. Ik zal beginnen met een toelichting over de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking of de TBSOB, zoals die wel iets makkelijker genoemd wordt en zoals ik die ook in de rest van mijn presentatie zal noemen. De wijzigingen aan die regelgeving met betrekking tot de TBSOB zijn eigenlijk ingegeven vanuit de doelstelling om het lerarentekort terug te dringen. Het idee daarachter is eigenlijk dat als er leerkrachten zijn die buiten het organieke kader vallen in een bepaald centrum of een bepaald onderwijsniveau en in een ander centrum of ander onderwijsniveau is er een nijpend tekort aan leerkrachten, dat die noden en behoeften eigenlijk beter op elkaar afgestemd zouden moeten worden. Vandaar heeft men ervoor gekozen om die regelgeving nog eens te wijzigen. Concreet zijn er vier grote aspecten die aan die regelgeving wijzigen, die ik zo meteen aan jullie grondiger zal toelichten. Die vier aspecten zijn de heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie, de wedertewerkstelling naar de categorie van het onderwijzend personeel, de niet-bestendigheid van de vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstelling en tenslotte het professionaliseringstraject. Tot slot zou ik jullie graag ook nog eens willen oproepen om, zeker met betrekking tot die TBSOB, om tijdig jullie personeelspuzzel te leggen en om ook tijdig de zendingen te doen van alle ter beschikking gestelde en alle vacatures. Het eerste punt dat ik jullie zal uitleggen, en dat eigenlijk het belangrijkste punt is van de gewijzigde regelgeving, is de heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie. Om nog eens te schetsen wat die Vlaamse reaffectatiecommissie doet, zullen we het traject nog eens doorlopen, waarbinnen eigenlijk een personeelslid TBSOB wordt en nadien op de Vlaamse reaffectatiecommissie eventueel moet verschijnen. Dus alles start bij het begin van het schooljaar en dan zijn er een aantal stappen die een centrumbestuur moet nemen. De eerste stap die zo'n centrumbestuur moet nemen is de verdeling van de betrekkingen over de vastbenoemde personeelsleden. Dus een centrumbestuur krijgt een puntenenveloppe of een geheel van leraarsuren en moet daarbij haar vastbenoemde personeelsleden kunnen aanstellen. Zijn er toch vastbenoemde personeelsleden die geen aanstelling kunnen krijgen binnen die enveloppen, dan zal het centrumbestuur een aantal voorafgaande maatregelen moeten nemen. Dat gaat bijvoorbeeld over het ontslaan van tijdelijke personeelsleden. Is het nadien nog altijd niet mogelijk om al die vastbenoemde personeelsleden een aanstelling te bezorgen, dan moeten er een aantal TBSOB-stellingen uitgesproken worden. Wie wordt er dan TBSOB? Dat zal dan het personeelslid zijn met de laagste dienstanciëniteit in die betrokken module of opleiding. En dan het laatste punt van onze omgekeerde piramide zijn dan de reaffectatie- of wedertewerkstellingsverplichtingen die het centrumbestuur moet nakomen. Dat wil zeggen dat als zij een nieuwe vacature uitschrijft, zij die eerst moet toewijzen aan personeelsleden die in TBSOB zijn. En die personeelsleden moeten hier dan ook op ingaan. Dit laatste punt is tegelijkertijd de start van onze wedertewerkstellingsverplichtingen. Dus het eerste
Het niveau 0 eigenlijk is het centrumbestuur. En dan het eerste niveau waarop er wedertewerkstellings- en reflectatieverplichtingen zijn, is op het niveau van de scholengroep, maar deze bestaat enkel in het gemeenschapsonderwijs. Deze reaffectatiecommissie kan ter beschikking gestelde personeelsleden toewijzen aan vacatures binnen de scholengroep. Volgende stap is de Vlaamse reaffectatiecommissie. Zij bestaat uit twee kamers, één voor het gesubsidieerd onderwijs en één voor het gemeenschapsonderwijs. En zij kan toewijzingen doen binnen de onderwijsniveaus of over de onderwijsniveaus heen. En dan die heractivering van die Vlaamse reaffectatiecommissie. Wat betekent dat nu concreet? Dat wil eigenlijk zeggen dat indien dat er ter beschikking gestelde personeelsleden overblijven in uw scholengroep of in uw centrum, dat die verplicht moeten gemeld worden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie. Dat wil ook zeggen dat, dat de scholengroep of het centrum geen toewijzingen meer zullen kunnen doen in niet-organieke betrekkingen. Op het vlak van vacatures moeten de scholengroep of het centrum de vacatures melden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie, zodat zij hierin de nodige toewijzingen kan doen. In het gesubsidieerd onderwijs gaat dit over alle vacatures, inclusief de TADD'ers. En dat is omdat in het gesubsidieerd onderwijs de Vlaamse reaffectatiecommissie de eerste bevoegde reaffectatiecommissie is. In het gemeenschapsonderwijs moeten enkel betrekkingen worden gemeld die vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Dat wil zeggen dat er een aantal betrekkingen niet moeten worden gemeld. En dat zijn de betrekkingen die een dienstanciëniteit hebben in hoofdambt van tenminste 580 dagen in tenminste 2 schooljaren. Voor onderwijzend en ondersteunend personeel moeten die dagen wel maar 1,2 gedaan worden. Deze betrekkingen moeten dus niet worden gemeld, omdat die niet meer vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Dat was voor wat betreft de heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie. Een tweede punt is de wedertewerkstelling naar de categorie van het onderwijzend personeel. Tot nu toe was er zowel voor het schoolbestuur als voor het centrumbestuur als voor de scholengroep geen verplichte wedertewerkstelling over de categorieën heen. Dat verandert nu voor wedertewerkstelling of reaffectaties naar een ambt van het bestuurs- of onderwijzend personeel. Dus zowel het centrumbestuur als de scholengroep zullen, als er personeelsleden TBSOB zijn, die in het ambt van het ondersteunend personeel te werk gesteld zijn, maar die toch kunnen gereaffecteerd worden naar het bestuurs- of het onderwijzend personeel, dan zullen die personeelsleden ook verplicht naar daar kunnen gestuurd worden. Een derde punt dat wijzigt is de niet-bestendigheid van de vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstelling. En dat houdt in dat er een wijziging komt met betrekking tot de bestendigheid. Dus tot nu toe was het zo dat er altijd bestendigheid was wanneer er een wedertewerkstelling of reaffectatie werd uitgesproken, ook als die reaffectatie vrijwillig gebeurde. Dus als het centrumbestuur iemand vrijwillig aanstelde. Omdat men merkte dat die vrijwillige reaffectaties toch niet zo'n succes bleken, is men gaan kijken hoe men dit meer zou kunnen stimuleren. En is men eigenlijk de drempel daar gaan weghalen dat zo'n reaffectatie met zich meebrengt, namelijk dat die reaffectatie dan over de jaren moet blijven heenlopen. Dus de wijziging die men nu heeft gedaan is dat die bestendigheid niet geldt gedurende het eerste schooljaar. En dat wanneer dan een centrumbestuur na het eerste schooljaar toch nog wenst verder te gaan met een personeelslid, dat die bestendigheid vanaf het tweede schooljaar wel zal gelden. Voor de lopende toewijzingen, die dus in het verleden al uitgesproken waren, die blijven eigenlijk onder de oude regelgeving vallen en die
blijven dus vanaf het eerste schooljaar bestendig verder lopen. Een vierde en laatste wijziging gaat over het professionaliseringstraject. Zoals jullie zelf wel weten, is het professionaliseringstraject vorig jaar ingevoerd in het volwassen onderwijs. En het doel daarvan was om de inzetbaarheid van het personeelslid dat TBSOB was te verruimen door hem een aantal competenties te laten verwerven, waardoor hij een ander vak, opleiding, module of ambt kon gaan uitoefenen. Tot nu toe gold dat dus enkel in het volwassen onderwijs, was het een verplichting voor het centrumbestuur en moest het enkel worden toegepast wanneer er een volledige TBSOB werd uitgesproken voor een personeelslid. Daar zijn een aantal wijzigingen aangekomen en dus vanaf september 2020 zal het zo zijn dat dat professionaliseringstraject zijn intrede doet in alle onderwijsniveaus. Komt de verplichting wel te vervallen, maar zal professionaliseringstraject enkel nog vrijwillig kunnen opgestart worden wanneer zowel het personeelslid als het bestuur daarmee akkoord is. En de grootste wijziging is dat het professionaliseringstraject niet meer wordt opgestart wanneer iemand TBSOB is, maar pas wanneer hij op de Vlaamse reaffectatiecommissie is verschenen en dus ervoor nog niet gereaffecteerd geweest is. En de Vlaamse reaffectatiecommissie ook geen organiek ambt vindt om het personeelslid naartoe te reaffecteren. Dus enkel wanneer er nadien een niet-organieke betrekking wordt toegewezen aan het personeelslid, dan pas zal het centrumbestuur het initiatief kunnen nemen om zo'n professionaliseringstraject op te starten. Dan tot slot zou ik graag nog een oproep willen doen aan alle centrumbesturen om zeker tijdig te starten met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar en tijdig en correct leggen van de personeelspuzzel. Dus bekijk zeker wie er TBSOB is, nog is of nog TBSOB zal worden. En probeer zelf al maximaal te voldoen aan alle reaffectatie- en wederwerkstellingsverplichtingen. Dat heeft als groot voordeel dat het personeelslid vanaf 1 september effectief zal weten in welke betrekking hij kan functioneren. En jullie als besturen staan ook veel dichter bij die personeelsleden, waardoor jullie zelf met hen het gesprek kunnen aangaan over waar zij het komende schooljaar kunnen functioneren. Let ook zeker op bij de dienstonderbrekingen. Personeelsleden die een dienstonderbreking hebben en TBSOB worden, moeten ook gereaffecteerd of weder te werk gesteld worden. Dat is iets dat in het verleden, waarvan we al hebben gemerkt, dat vaak fout gebeurt. En dan met betrekking tot de zendingen zouden we ook willen vragen om zeker tijdig en correct alle vacatures te melden en ook tijdig en correct alle TBSOB-reaffectaties of wederterwerkstellingen te melden. De Vlaamse reaffectatiecommissie doet hiervoor geen aparte opvragingen, maar zij gebruiken de gegevens die jullie via de zendingen aan het EPD hebben doorgestuurd. Voor de reaffectatiecommissie van het volwassenenonderwijs worden de gegevens genomen die tot de betalingsdatum van oktober, dat is 22 oktober, zijn doorgezonden. Dus ik zou jullie willen vragen om zeker en vast alle gegevens voor 22 oktober doorgestuurd te hebben. Het is in het verleden al gebeurd dat er bepaalde zendingen nog niet gebeurd waren, waardoor er toewijzingen zijn gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. En dat willen we dan toch ten allen tijde vermijden.